Oké, nog eentje dat ik graag had willen weten als ik jong was en ook als ik jong was en als ik toen al zou weten heb dat ik ook behaafd was. Was een boek dat ik ontdekt heb in 2012, dus het is al 10 jaar geleden. Dus 38, 39 jaar was ik en dat is eigenlijk een boek dat ik had moeten lezen als ik in het middelbaar zat. Misschien zelfs als ik in het lager zat, was misschien wel moeilijk geweest voor een Engels boek. Het is The 7 Habits of Highly Effective People. Ja, Rudo, wat heeft dat nu te zien met jong zijn en hoogbehaafd zijn? Nou wel, dat boek in mijn leven verandert nog voordat ik wist dat ik hoogbehaafd was. Dus zelf, als je het nog niet weet en je leest dat boek en je past dat toe, verandert echt heel je leven. Je moet wel iets doen, hè. Het is niet dat je leven verandert uit zijn eigen. Hè. En ik zal nu in de komende delen stukje per stukje de elementen uit dat boek halen die jou als hoogbehaafde enorm kunnen helpen. En de eerste is een superbelangrijke. Hoeveel keer jaagde jij je op in iets dat er gebeurt op school en dat je zegt van echt, dat is nu niet recht, niet rechtvaardig. Er was zo afgesproken en ze doet nu zo. Of de dienen doet iets en iedereen krijgt straffen. Allee, 1001 dingen waar je kwaad van wordt en eigenlijk waar je jezelf een beetje slecht van voelt. En wel, wat zegt Covey daarover? Die zegt eigenlijk heel eenvoudig, als je dat tegenkomt, heb je vooral een gevoel van onmacht. Je hebt het gevoel dat je het zelf niet in handen hebt. En Covey zijn eerste eigenschap zegt eigenlijk, wees proactief. En wat is dat? Dat komt er eigenlijk op neer dat hij zegt dat je altijd de keuze zelf in handen hebt. Je hebt het stuur zelf in handen. Je kunt altijd zelf kiezen wat dat je gaat doen. Dus wat dat je nu juist zei van, ja, het is niet eerlijk en dien dit, dien dat. Daar ligt de macht bij de anderen. En Covey zegt dus in zijn eerste eigenschap, dat jij altijd moet nadenken, wat kun je daar nu zelf aan doen? Hoe kun je daar zelf iets aan veranderen? Wat heb jij wel in de handen om daarin bij te sturen? Je kan in gesprek gaan. Je kan een actie organiseren als het van doen is. Dus je kan nadenken over wat zijn alle tools die ik eigenlijk kan gebruiken. Je kan in de, hoe noemt dat, de studentenraad gaan. Ik denk niet dat het zo noemt in het middelbaar. Maar, dus je kan eigenlijk gaan kijken, wat zijn de media, de kanalen, de tools die ik in handen heb om op zijn minst de mening te uiten op een constructieve manier. Let op, er zijn nog eigenschappen die gaan zorgen dat je het ook op de juiste manier kunt communiceren. Maar de eerste, belangrijkste eigenschap die Covey aangaf, is dat je altijd moet beseffen dat je zelf kan kiezen. Dat je dat stuur in handen hebt. Ik zou zeggen, ik raad het boek zeker aan. Het bestaat in het Engels, het bestaat vertaald, dus wat je graag het liefst leest. Er bestaat een speciale versie voor jongeren. Er bestaat zelf een versie voor het lager, voor het kleuterklas. Dus eigenlijk is dat Covey kunde vanaf de geboorte toepassen eigenlijk. Ik zou zeggen, denk van aan een keer na. Als je iets overkomt en je voelt die woede. En het is door iemand anders. Oké, wat kan ik doen? Wat heb ik zelf in handen op dit moment? Welke tools? Kan ik in gesprek gaan? Kan ik het benoemen? Kan ik gelijk wat iets doen? Een beetje naar gelang de voorbeelden die ik zou geven, zou ik wel tips kunnen geven. Waardoor dat ik dan zelf het stuur in handen kan nemen. Wat voor een hoogbehaafde superbelangrijk is.